Dag Hans, we hebben net het Chinese nieuwjaar achter de rug en dat is toch wel een opmerkelijk gebeuren dit jaar, want voor het eerst in 3 jaar konden de meeste Chinezen weer nieuwjaar vieren met vrienden en familie. En er wordt dan ook uitgekeken naar een heropleving van die grote economie. Hans Bevers, chief economist bij Degroof Petercam. Wat is de stand van zaken van de wereldeconomie? Ben je positief gestemd? Ja, het is altijd een genuanceerd verhaal natuurlijk. Dus doorheen 2022 hebben we echt wel die vertrouwensindicatoren sterk zien terugkomen, door de oorlog natuurlijk. Het is nog altijd oorlog. We hebben ook gezien ja, dat economisch momentum toch verzwakte, maar al bij al kunnen we toch zeggen dat die harde cijfers beter overeind bleven dan de vertrouwensindicatoren. Dat had te maken met orders die nog moesten afgewerkt worden en ook door excessieve spaaroverschotten bij de consument. Dus dat was al bij al vrij oké. Vandaag de dag natuurlijk ja, vallen die orders terug. Er zijn ook die spaaroverschotten verminderd. Dus dat maakt het langs die kant wel wat moeilijker. Langs de andere kant moet je ook zeggen dat je heel recent 2 positieve punten hebt gezien. En dus eigenlijk op heel korte termijn, dus toen we elkaar spraken vorige maand in december, toen was er nog geen sprake van een heel snelle Chinese heropening. Vandaag zien we daar meer en meer bewijs van. De piek van infecties ligt eigenlijk al bijna een maand achter de rug, dus dat is positief nieuws. Dat is natuurlijk wel tegen een menselijke kost, dat moeten we natuurlijk wel bij vertellen. En in Europa hebben we de gasprijzen enorm zien terugvallen. Wereldwijd eigenlijk, maar voor Europa is dat met name erg belangrijk. En ook daar, ja, dat stuit toch de hoop dat een zachte landing voor de Europese economie ook in het verschiet ligt. En dan zouden we nog kunnen opmerken de Amerikaanse inflatiecijfers, maar daar is voor mij eerder een herbevestiging van een dalende trend die al was ingezet en die we ook hadden geanticipeerd. Ja, China kan heropleven, men kijkt uit naar een remonte van die economie, maar de keerzijde is misschien dat de grondstoffenprijzen dan weer gaan stijgen. Ja, en dat is dan inderdaad de vrees en dat is wat we inderdaad in de gaten moeten houden, want op die manier zou het ertoe kunnen leiden dat die daling van de inflatie, van de algemene inflatie, die we verwachten, zeer zeker, ja, een halt zou kunnen toegeroepen worden. Maar we denken uiteindelijk dat het daarmee redelijk oké zal blijven. Ten eerste, het is niet zo dat die voorraadketens terug enorm geïmpacteerd worden. Dat zien we zeker niet. En ten tweede is het zo dat eigenlijk ja, die heropleving van de Chinese economie vooral geconcentreerd is in de dienstensector. Consumenten die terug op hotel gaan, op restaurant, op reis. En niet zozeer dat er een sterke drive is naar infrastructuurwerken of naar sterk herneemde activiteit in de huizenmarkt. Ook al heeft de Chinese overheid daar proberen een bodem onder te leggen. En dat lukt ook wel. Maar in die optiek zou ik niet uitgaan van een enorme revival van die grondstoffenprijzen doorheen 2023. En met name de industriële metalen. Ja Hans, als we over inflatie spreken, dan spreken we uiteraard ook over het beleid van de centrale banken. Wat horen jullie nu bij de ECB en bij de FED? Zetten zij hun politiek verder? Ja, voorlopig wel. Dat is duidelijk. Hè. Zowel in februari als in maart kunnen we bijkomende renteverhogingen verwachten. In Europa allicht 2 keer met 50 basispunten. We zullen nog een beetje moeten afwachten in maart of het echt 50 basispunten zullen zijn. In Amerika allicht 2 keer met 25 basispunten. Dus die strijd gaat eigenlijk voort. Maar eigenlijk ja, zien we toch gunstige tekenen met betrekking tot die onderliggende inflatiedruk. Die neemt echt af. In Amerika zien we daar echt duidelijke signalen. Ook in Europa, net iets minder. En dus als je alles bij elkaar neemt, denk ik toch wel dat de FED tegen het einde van dit jaar in de mogelijkheid is om die rente een eerste keer te verlagen. Maar daarvoor moeten we altijd heel nauwgezet die arbeidsmarkt blijven opvolgen en met name de loongroei. Er zijn wat positieve signalen, er is optimisme en de markten lopen daar duidelijk al op vooruit. We zien de koersen die zich herstellen. Is dat eigenlijk terecht? Dat is de vraag. Hè. Dus als je spreekt over aandelenmarkten, dan ga je altijd kijken naar een combinatie van 2 factoren, 2 grote drijvers. Enerzijds de bedrijfswinsten, en met name de toekomstige bedrijfswinsten. En ten tweede de rente, hè, waartegen dan die toekomstige bedrijfswinsten worden verdisconteerd. Als je zegt, ja, dat er recent toch een aantal positievere signalen zijn voor die wereldeconomie. En je zegt ook dat centrale banken stilaan uitzicht hebben op een vertraging in een verkrapping van hun monetair beleid en uiteindelijk ook een renteverlaging zullen doorvoeren, ja, dan zijn dat 2 elementen die maken toch dat aandelenmarkten daarop kunnen reageren. En dat hebben ze ook gedaan. Maar het is natuurlijk altijd inschatten in hoeverre die bedrijfswinsten ook bevestigen, dat ze eigenlijk overeind blijven min of meer. Ik denk dat wat dat betreft analisten toch nog net iets te positief zijn en dat we daar wel een verdere downgrade kunnen verwachten. Maar al bij al denk ik dat de positievere toon die markten hebben aangeslaan sinds het begin van dit jaar, dat eigenlijk toch voor een stuk rechtvaardigd is. Maar het moet nog bevestigd worden natuurlijk. Het feit dat er zoveel aandacht gaat naar de bedrijfswinsten dit jaar, is dat ook mede verklaring voor de grote ontslagrondes die we nu gezien hebben bij die techbedrijven, zoals een Meta, zoals een Alphabet, zoals een Spotify? Ja, er zijn er nog en dat zal allicht meespelen. Hè. Dus die bedrijven maken ook hun huiswerk in een technologische wereld die heel snel verandert. En hun bedrijfsmodel wordt ook constant tegen het licht gehouden natuurlijk. Ja. Laatste vraagje, Hans. Heeft dit alles nu een impact op jullie beleggingsstrategie? Zijn er wijzigingen in de portefeuilles? Ja, toch wel. We hebben recent een aantal wijzigingen aangebracht tegen de achtergrond van die positievere elementen in de wereldeconomie. Zonder daarom echt positief te zijn, want we blijven al bij al onderwogen aandelen, maar we hebben die onderweging eigenlijk gereduceerd. Hè. En waar hebben we dat gedaan? Eigenlijk in China en Europa, om de vermelde redenen. En anderzijds hebben we die overweging die we hadden in Amerika iets wat teruggeschroefd. En als we dan onderliggend gaan kijken, dan blijft de focus eigenlijk heel duidelijk op kwaliteitsaandelen. Hè. Doorwinterde kwaliteitsaandelen met al bij al sterke balansen. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.